Deze hele week op 102 FM. 538 voor Warchild. Duidelijk zijn. Het is echt zo ontzettend gaaf. Wat we nu gaan doen, Eric E. Verder Le Grand. Samen met onze vriend en collega Niek van der Brugge. Die staan nu in een luchtballon. Niek, waar ben je nu? Op dit moment in Harfsen. We staan 1 meter. Hangen we nu. We zweven al, jongens. Ja, inderdaad. 1 meter boven de grond. We gaan zo meteen met 3 luchtballonnen de lucht in. Met 60 man. Dus de CD-spelers, mengpaneel, een hele set en 60 luisteraars in die bakken. Dus onder de luchtballon. Hey, Barry. Ja, daar is Niek. Hey, Niek. Ja, we hebben verbinding nu. Nou, Niek, vertel, hoe is het? We zitten hier op inmiddels, Barry, 1300 meter hoogte. Het is niet normaal. Met 60 man. En je weet niet hoe dit kan, maar we zitten aan elkaar gekoppeld op 1300 meter hoogte. En ik ben hier met de eigenaar van die dit eigenlijk allemaal mogelijk maakt. A3 Ballon, hallo. Hey, goedemiddag. Hoe heet je? Ik heet Jean-Louis. Hoe is dit mogelijk dat wij zo zweven op een kilometer, nou nog zelfs hoger, met stroom, 2 DJ's aan boord, 60 luisteraars? Wij zijn gewoon het beste ballonbedrijf met de beste piloten in huis. En die kunnen dit gewoon waarmaken. Rillingen over mijn hele lichaam als ik aan denk. 1 kilometer hoog in een mandje met hoeveel ballonnen? Maak even een sfeerimpressie. Op dit moment zie je een paar mensen een beetje moeilijk kijken. Een aantal mensen die ontzettend uit hun dak gaan daar aan de overkant. Ik moet zelf zeggen dat de eerste 5 minuten stond ik echt met trillende beentjes in dit mandje. Want het gaat zo ontzettend snel naar boven. En je voelt ook die ballonnen een beetje aan elkaar trekken. Maar het is zo'n fantastisch uitzicht. Ik zie volgens mij Deventer liggen op dit moment. Ik kijk op jullie uit. En de zon is erbij. Het is niet normaal. Het is echt ongelooflijk. Ik kan het met Eric E. Eric E, hoe vind je dit? Ja, leuker dan dit wordt het niet. Mijn god, hè. Is dit een hoogtepunt in je carrière? Hoger dan dit heb ik niet gehaald. Nee. Wat ben je in hemelsnaam van plan, hoor? Ga je nog een feestje bouwen? We gaan het opvoeren of hou het expres rustig omdat je bang bent dat iedereen naar het dak gaat en er dan maar beneden valt? Er is ons verteld dat we vooral van mensen niet te hard mogen dansen. Alles donderen naar beneden, maar voorlopig gaat het goed. Oké. Nou, de sfeer is, ik kan geen ander woord verzinnen. Is hij zenuwachtig? En vindt hij het te hoog of dat niet? Heeft hij hoogte? Ben je zenuwachtig? Niet meer. Nee, het is nu goed. Ja, de eerste 5 minuten waren even raar, hè? Ja, dat is even. Maar we zijn nu rustig. Okay. Nou ja, zometeen gaat hij verder Le Grand nog even draaien. En wij vermaken ons prima op 1 kilometer hoogte. Ja, maar je ziet het echt een soort wolkengrens waar de zon in. Het is echt een bizar uitzicht. Ja, absoluut. Dat klopt. Dat heet inversie. En dat is precies de scheidingslaag tussen koude en warme lucht. Oké, dan ga ik nog even heel snel naar Fedder Le Grand. Hier staat te draaien. Fedder, die druk bezig is dat mixen. Heb je een beetje de smaak te pakken op zo'n 1300 meter hoogte? Nou, het is een beetje draaien met hindernissen, maar dat maakt het wel erg leuk. Come on and take your time. Do it right. Release the fear inside. Give up the fight. Op 123 meter boven een industrieterrein. Oh, dat is lekker landen. We gaan zo meteen de landing inzetten. Oh, dan gaan we even live volgen. En dat wordt een redelijk rustige landing, heb ik begrepen. Dus dat moet allemaal goed komen. Hey, jullie hebben dus 3 luchtballonnen aan elkaar gebonden. Eentje is er losgekoppeld, zag ik net op de stream. Ja, het was echt ongelooflijk. We zaten net op een manager of 1300. En dan worden die luchtballonnen losgekoppeld. En dan krijg je een soort, net of je afgevuurd wordt met je luchtballon. En toen, echt net langs elkaar gingen we weer omhoog. Dus dat was even spannend, hè. Just put your trust in me. You scared me. Aren't you scared of me? It's alright. Don't be scared of me. Gonna don't be scared of me. Oh, you scared me. Aren't you scared of me? Keep running.
Hoe was het? Waanzinnig. Echt, dit had ik niet van tevoren kunnen verzinnen dat het zo leuk zou zijn. Weet jullie dat Fedele Grant en jij de eerste DJ's zijn die dit ooit gedaan hebben? Ja, ik zeg Guinness Book of Records bellen. Ja. Dat gaan we ook zeker doen. Want, het is toch gelukt. Het is toch gelukt, je komt erin. Waanzinnig. Ja, je hoeft dan niet zeg maar 1000 uur achter elkaar te draaien, je staat er nu al in. Helemaal niet nodig. Nee, dit was echt gek. Ja. Okay. Nou, er zijn heel veel sms'jes binnen voor binnengekomen, dus we hebben heel veel kinderen hier ook mee gered. Hè? En dat is het belangrijkste. Deze hele week op 102FM. 538 voor Wartime.